Goedenavond, lieve dames en heren. Ik weet niet of er zeer grote kandidaten meedoen vanavond, maar de micro kan niet veel hoger dan dit. Hè. Dus mocht er toch een kandidaat zijn van 2 meter, dan passen we daar een mouw aan. Ik heb een lief. Gevonden bij Decathlon. Op de schoenenafdeling. Ik heb dan maar een paar loopschoenen gekocht. Met die schoenen ben ik niet gaan lopen. Met de verkoper wel. Ja, voilà, ik vond dat ook een moedige aftrap. Ik deel zijn mening dat het in het begin misschien een beetje staccato was, maar je voelt dat zelf ook, denk ik. En na een tijd merkte ik dan, ineens was het dan, kwam er een hele geut uit en dan ontstond er een natuurlijker tempo of zo. Maar ik denk dat dat hoogst normaal is als je hier de spits moet afbijten. Het dichtste dat wij ooit zullen komen bij het gehemeld is wellicht door rondjes te draaien met eigen tong. Het houdt me bezig. Dagen en nachten meet ik afstanden tussen mezelf en de dingen waar ik niet tot kan reiken. Ik lees astronomische boeken alsof het poëzie is. Verdiep me in de donkerste materie. Dit is echt het type performance dat mij doet denken. Ga naar huis, meid, snel en schrijf. Jouw land is de wereld. Niet. Ik wil de wereld niet. Alleen je land en zijn linies. Ik wil dat je voelt hoe ik er kom wonen. Tot waar? Dat mijn muren zullen duwen tegen je grenzen aan. Goeie dictie heb ik opgeschreven. Variatie in je stem, variatie in het tempo. De tekst vind ik wel oké, maar ik ben het met Floris eens. En dat is op zich wel goed nieuws. Dat je dan geïntrigeerd bent om hem nog eens te lezen. Dus je zult nog eens een keer moeten optreden, denk ik. Ik had perziken meegebracht. Daar hield je van. En wat erop volgde was simpel. Te simpel zelfs. Een lach, een hap, wat sap op je kin. Dan een lik, een kus. Ik hield van jou, maar hield jij ook van mij? Dat is misschien het meest natuurlijke dat ik al gezien had. Het gaat een heel natuurlijke zegging en ik had het gevoel van, er zit precies een acteur die iets gaat zeggen rechtstreeks tegen het publiek. Er was eens een meisje en dat voelde zich onvolledig. Dus maakte ze uit klei een derde been. Maar dat zat in de weg. Dus maakte ze een nieuwe arm. Maar ze kon zichzelf nog steeds niet omhelzen. Ik kan me inbeelden, als jij ooit bij een uitgever komt, dan is het wat jij wil en niet wat hij wil. En dat vind ik ook wel best straf. Dus knap, wauw. En maar blaffen. Het beest blijft maar blaffen. Het heeft blijkbaar geen tijd nodig om adem te halen. Ik word ermee wakker en het houdt me wakker als ik wil gaan slapen. Omdat slapen nu eenmaal zeer moeilijk gaat als er bij de buren een irritant keffertje zijn stembanden aan het trekken is. Het is zo al enkele maanden. Ik ben een tolerant persoon, maar ook ik heb grenzen aan mijn geduld. En bij elk uur dat dat scherminkel mij en de hele buurt uit zijn slaap houdt, komt die ren steeds dichterbij. Nu dacht ik even van, god, schrijverswedstrijden moet je misschien niet altijd naar een podium tillen. Ofwel schrijf je goed, ofwel ben je een goede podiumartiest. Maar je schrijven zit goed en uiteindelijk dien je dan het doel van de wedstrijd. Het gaat om creatief schrijven en wat dat betreft ben je helemaal geslaagd. Soms is het plafond ook wel schoon. Ideaal voor een heerlijk daggedroom. Want wanneer de wereld wat wazig wordt, er een uitgebreide uitleg schort. Latent, lullig, lallend, maar vooral veel te loom. Ik vind dat je er vol vertrouwen staat. En ik bedoel dat niet verkeerd, want dat is net goed, maar het is hem zo echt van op het gemak en zeer krachtig, zowel qua stem als qua zo naar buiten toe iets naar de mensen gooien. Haar schildpad is haar beste vriend. Verjaardagskaarten ondertekent ze met oma en Jules, zijn naam in een ander handschrift. Hij, 30 jaar ouder, maar liefde overbrugt alle afstanden, hoe traag hij ook kruipt. Vorig jaar zaten we buiten op de grauwe plastic en chill achter ons. Dood op het gras en ik,
die het haar niet durfde zeggen. Je leest in jouw teksten de ervaring die je hebt, hè, want dat hebben we net bij de introductie ook gehoord. Je hoort de voorbestemdheid om zelfs als dichter het podium te halen. Ik denk dat jij ons uur, een anderhalf uur kan boeien, gewoon met dingen uit je poëtische nek te kletsen zelfs. Het moment is aangebroken. Hier zitten de winnaars in. Hoop ik toch. Ik zal eens even checken. En dat is Stefanie Huismans. Sarah Elen.